Meisjes vinden het hier wel mooi, weet je. En die maan en zo en al die shit eromheen. Die sterren. Zo romantisch. Ik zou hier zo kunnen wonen. Rot toch op, man. Mooi. En je had het er nog geen dag vol, man. Zand en stenen, meer is het niet. Er is helemaal geen reet, niks. Waarom dacht je anders dat half Marokko in Nederland zit? Dat er in Marokko zoveel te doen was en je zoveel geld kon verdienen? Dit is mijn oom Youssef. Met mijn kleine broertje Dries. Youssef is daar gebleven. Hij wou niet met mijn vader mee naar Nederland. Wat moet ik daar doen, zei hij. Hier is het toch ook goed? Ja, hartstikke goed. Vooral als je Marokko-Egypte wil kijken toen we bij hem op bezoek waren tijdens de vakantie. Oom Youssef kijkt geen tv. Hij kijkt liever naar de maan, zegt hij. Maar toen ik hem vertelde dat er mensen op de maan waren geweest, wou hij me niet geloven. Mensen op de maan. Of ik soms nog zo'n goeie wist. Ja, tuurlijk, zei ik. Wat zijn de 5 verschillen tussen E.T. en een Marokkaan? 1. E.T. had een eigen fiets. Hey, die is voor mij. Stap van het ding af. Hij gaat via dat ding, maar dat ding is voor mij. 2. E.T. zag er goed uit. 3. E.T. kwam alleen. Goed. Is goed. 4. E.T. wilde de taal graag leren. En 5. E.T. wilde graag terug naar waar hij vandaan kwam. Etty. Oom Youssef moest niet lachen. Hij kende die hele E.T. niet. En dit is mijn vader dus. Ali heet mijn vader. Vader is getrouwd met mijn moeder. Mijn moeder is de enigste op de wereld die de bril niet op, maar af moet zetten als ze iets goed wil zien. Als ik helemaal rijk ben, en dat kan nooit lang meer duren, dan ga ik lekker in Marokko wonen. Laat het hier maar verder regenen. Hij schiet nou op, man. Onze trein moet vertrekken. Tives, hoe was je vakantie? Ik heb genoten, man. En mijn vrouwtje ook. Tives? Ik moet vanmiddag naar Maastricht, man. Maar ik ben wel op tijd thuis voor het eten. Hoi! Hey! Hey!